kom uit Dordrecht. Nu sinds 6 weken trots papa van Feline. Nou, ik hou van sporten, ik hou van reizen, leuke dingen doen met vrienden. Nou, wat ik net zei, ik ben 6 weken geleden vader geworden. 10 weken geleden heb ik een huis gekocht, wat verbouwd moest worden. En dat heb ik samen met mijn vader en allemaal vrienden hebben dat opgeknapt. En sinds afgelopen weekend ben ik ook verhuisd. Dus het is wel hectisch, maar wel heel erg leuk. Nou ja, ik denk dat het wel scheelt dat ik 's ochtends train. Nou, Feline is een goede slaper, dus ik kan de laatste weken lekker doorslapen. Als ik dadelijk thuis kom, dan is ze pas wakker. Dus ja, dat is op zich wel heel goed te combineren. Ik word 's ochtends om 7 uur word ik niet gemist. Ik vind het ook wel lekker als ik dan na mijn werk thuis kom, dat ik dan ook gewoon lekker klaar ben. Dat ik gewoon lekker mijn eigen ding kan doen. Ik vind vooral sommige workouts vind ik heel erg leuk. We hebben zojuist een chipper gedaan. Dat vind ik echt heel erg leuk. Ik vind de buddy rolls vind ik heel leuk. Toch wat dingen in teamverband vind ik heel leuk. En alles met gewichten, Olympic weightlifting, dat vind ik allemaal super leuk. Ja, ik denk het wel, maar ik vind het ook vooral veel te leuk om eigenlijk te stoppen. Dus ik vind vooral ook de community vind ik heel leuk. Ik train iedere ochtend zo'n beetje met dezelfde mensen. En ik vind het heel erg leuk om die mensen wat beter te leren kennen. Dus, ik denk eigenlijk dat het antwoord nee is. Ik denk niet dat ik CrossFit kan wegdenken uit mijn leven.